En ik sta hier natuurlijk niet voor niets in Enschede bij deze tuning shop. Want ik heb laatst een hele mooie Starlet gekocht. Ik weet, hij is al heel erg mooi, maar dit wagentje verdient het gewoon om nog een keer getuned te worden. Dus ik ga nou even kijken wat ze hier binnen te vertellen hebben. Nou, ik sta hier nou in een echte tuningwinkel. Ik heb echt geen idee wat ik me hierbij moet voorstellen. Kun je mij eens vertellen wat voor soort producten hier nou verkocht worden? Nou, we hebben allerlei soorten producten, van uitlaten tot en met velgen, radio's, baskisten. En wat is nou het product wat hier dan echt het meest verkocht wordt? Daar staan we op het moment bij, dat zijn toch de uitlaten. En wat is nou het duurste dan wat jullie hier verkopen? Dat zijn toch hoofdzakelijk wel de velgen. Oké, ik heb ook wel eens gezien dat de velg kan draaien. Van die spinners? Ja. Wat is dat dan? Dat is een spinner, zeg maar. Daar heb je gewoon de normale velg. En er zit als het ware hier een draaias in. Ja. En dan zit nog een soort velg, zeg maar, een plaat die draait. Oké. Dus wanneer je gaat rijden, zeg maar, en je zou stoppen, dan draait dus die velg, die draait gewoon als het ware door. Wat voor soort mensen komen nou in deze winkel? Nou, het is eigenlijk wel van jong tot oud, zeg maar. Want jonge jongens die willen allemaal dus de uitlaatjes en het gebouw aan de auto. En wat ouderen gaan, die zeggen van, gewoon, we gaan met de kinderen op wintersport. We willen een dvd-schermpje achterin de auto hebben. Of draadloze koptelefoons achterin de auto, noem het maar op. Dus het is eigenlijk van jong tot oud. Wat vind je zelf van het hele cartoon gebeuren? Ja, het is van vroeger uit is het altijd een hobby van mij geweest. Ik vond het altijd hartstikke leuk om een auto te sleutelen en noem het allemaal maar op. Nou, op een gegeven moment krijg je een gezinnetje en toen werd het allemaal wat moeilijker. Nou, dan hebben we besloten om niet meer met de auto verder te gaan en toen hebben we gestart in de winkel. En waarom ben je daar überhaupt mee begonnen dan? Je wordt een beetje gek gemaakt op televisie, hè? Ja? Door is dat echt de reden? Ja, dat is wel behoorlijk. De een vindt het leuk natuurlijk. En de een heeft dit en de ander heeft dat en het moet nog meer en het moet nog harder. Het moet, ja. Dus het is wel heel aanstekelijk. Nou, wat is dit? Dit is een subwoofer, dus het is een baskist. Er zitten twee woofers in, allebei van 12 centimeter. En dat is echt de basdreun voor achter in je auto. Inclusief verlichting, dus dat gaat leuk groen branden als het aan is. Dit is in principe het multimedia gebeuren, wat op momenten helemaal de hype aan het worden is. Dus dvd kijken in de auto. Zowel bij een klein schermpje als bij een grote klapscherm. En een scherm wat eigenlijk de verhouding heeft van twee radio's. De nieuwe Audi's van tegenwoordig, die hebben dus koplampen waar dus ledjes in zitten. Yeah. Maar ja, bij ons hoort natuurlijk, de jongens die willen het ook allemaal. En die zeggen van, nou, maak eens iets wat op die Audi lijkt. Dan hebben ze dit bij de fabriek ontworpen. Er zit gewoon een plakstrip in, kun je onder je koplamp doen. Aansluiten op je stadslicht. En je krijgt dus gewoon de Audi look op je auto. Nou, ik vind het wel heel erg mooi. Ik vind het wel echt stoer. Maar om daar nou voorop een titel te moeten drukken, dat vind ik dan weer een beetje apart. Ja, de vrouwen horen erbij. Terwijl Hedy de grenzen van haar creditcard opzoekt, is Henk aangekomen op een donker industrieterrein in Nijverdal. Dennis, we staan bij de Glow Night nou. Wat is de Glow Night nou eigenlijk precies? Glow Night is een meeting die georganiseerd is in het donker. Voor om 's avonds de neon en zo allemaal te showen. En aan elkaar de auto te kunnen laten zien. Oké, en wat moet ik nou sowieso gezien hebben hier vanavond? Driften, daarachter gaan ze nog driften. Ah, prima, dan ga ik de rest ook even bekijken. En dan zie ik jou aan het eind vanavond wel weer. Dat dacht ik. Hey, wat gaan we over auto's die er echt dope uitzien. Ik ga er even achteraan om te checken wat er allemaal aan de hand is. Zijn achterlicht doet het niet, dan ga ik hem zeker even opwijzen. Klopt het dat je achterlicht het niet doet? Ja, dat klopt, maar ik heb nieuwe besteld, dus die moeten als het goed is mogelijk binnenkomen. Nou, dan ben ik eigenlijk op zoek naar de eigenaar van deze auto. Maar ik heb geen idee waar die is, ik ga even vragen. Hallo, heb jij een idee waar de eigenaar is van deze auto? Ik heb geen flauw idee. Je hebt geen flauw idee? Nee. Wat vind je ervan? Ik vind hem gaaf. Ja, wat vind je nou echt tof van deze auto dan? Ja, die kleurtjes hè. Kleurtjes? Vrolijk, ja. Hey, dat ziet er lekker uit hoor, lekker om te stampen en zo, maar ik hoor helemaal niks. Dat is wel een beetje jammer natuurlijk. Heren, mag ik even storen? Ja. Tuurlijk, waar zijn we hier allemaal mee bezig? Ja, ik heb neon erop zitten, maar het werkt niet helemaal. Hij doet het niet? Nee. En ik hoor net van een kameraad van je dat je hier heel veel geld in gestoken hebt.
Dat klopt. Ja, en dan doet het nog niet? Nee. Dat is wel een beetje zuur, of niet? Ja. In de hele mannenwereld sta je hier als een van de weinige jonge dames. Hoe is dat nou? Nou, wel leuk. Ja, ik voel me hier helemaal thuis. Word je nou nog anders behandeld omdat je een meisje bent dan, of niet? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik hoor er helemaal bij. Oké, en wat maakt jouw auto nou zo bijzonder? Nou, sowieso zie je deze kleur bijna nooit. Als jou een roze auto ziet, dan is het meestal donkerroze en deze is gewoon wat lichter. Ik heb gewoon echt mijn eigen stijl er helemaal van gemaakt. Ik heb achter mij een discobus gevonden. Ik heb er zin in, dus ik ga even lekker stampen. Ah, kijk. Het is een hele laserinstallatie hier gebouwd, zie ik. Ja, dat is mijn trots. Dat heb ik niet helemaal zelf gedaan. Dat heeft mijn vriend en een kameraad gedaan. Want zo handig ben ik natuurlijk zelf niet, maar ik ben er wel ontzettend trots op. Je hebt hem niet gewassen? Nee, hij is helemaal vies, joh. Sorry, man. Vies. Zo doen we dat. Hey, fijne avond, hè. Hey. Woord is dat de politie hier rondloopt. Ik ga eens even zoeken en vragen wat ze hier doen. We lopen rennen achter de politie aan. Ik wil ze spreken. Ik wil eerst zien wat de politie te zeggen heeft hier. Of ze nog wat te zeuren hebben. Hallo. Wij zijn van de pers. En we waren benieuwd. Wat is er aan de hand? Omdat de politie aanwezig is. Niets. Er is helemaal niets aan de hand. Nee. Het is allemaal gezellig. Oh, hartstikke gezellig daar. Zolang het daar gebeurt is er niets aan de hand. Maar de politie kijkt natuurlijk vaker naar dit soort evenementen, neem ik aan. Nee, nooit? Nee, hier ben ik nog nooit geweest. Nee, maar het is ook niet zo dat de politie zoiets heeft van, nou, dat is een risicogroep. Nee hoor, absoluut niet. Nee hoor, het is gewoon gezellig. Dit is dus, niks dan positief? Nee, dit is alleen maar positief. En als we het allemaal daar houden, dan is het helemaal goed. Nou, prima, dan houden we het zo daarbij. Dank u wel. Ik hoor net dat de auto voor jou is. Ja, klopt. Ik zie je Japanese Unity, maar je bent helemaal in Japan. Ik het niet. Nee. Nee, ik het niet. Maar ik heb wel een liefde voor Japanse auto's. Ah, oké, dus vandaar. En er is behoorlijk wat aan gebeurd, zie ik. Hoeveel geld heb je daar nou aan uitgegeven, als ik vragen mag? 3 keer de waarde van de auto, denk ik. Dit is zeer vakkundig vastgezet met een stuur. Zoals jullie wel kunnen zien. Het ziet er wel knijterdik uit, maar de stuur vind ik een beetje jammer. Ja, we moeten hier speciaal achter gaan staan van de heren van de burn-out gebeuren. Dat schijnt nogal een dikke pestherrie en heel veel rook te geven. Dus we gaan even kijken wat er gaat gebeuren. En zoals jullie kunnen zien, er komt echt een teringlading rook vanaf. Ik zie al bijna geen flikker meer, maar hij staat er nog. Ik verwacht dus echt een tering harde knal. Dat krijg je. En dat was het. Leuk allemaal, maar niet wat ik verwacht had. Goed, Dennis, het is ondertussen alweer het eind van de avond. Ik heb het eigenlijk al een beetje gezien, want de hele dag zo bezig is allemaal heel druk en heel gaaf. Het was hartstikke gaaf om een keer mee te zijn geweest in jouw belevingswereld. En wat vond je er zelf eigenlijk van? Ik vond het super dat jullie een keer een dag met mij mee zijn geweest. Helemaal top. Dat de anderen ook eens kunnen zien wat voor wereldje dit is. Helemaal top, wil ik je als laatste nog bedanken. En tot de volgende keer, hè. Okay. Volgende keer in Boeiend duiken Henk en Hedy in de wereld van de mode. Begeleid door de bekendste modeontwerper van Overijssel, laat Hedy zich gewillig meevoeren naar een party vol glitter en glamour. Dat wordt weer boeiend, tot dan!